Hey, dan doe maar je inleiding. Je bent te vroeg. Nee, beste luisteraars. Dit is een bijzonder moment. Ik heb Jurk Gliesman aan de lijn. En Michael uit de buurt van Venlo. En wij gaan verder met het lezen van de Bijbel. Het meest serieuze onderwerp dat er is. Er valt niet om te lachen. Maar zowel Jurk als Michael en ik hebben het vermogen tot lachen behouden. Hartelijk welkom, u beide heren. Dank je, Perry. Ja, we hebben allebei het lachen gaan behouden, zeg je, op een bepaalde manier. Ik heb nu juist gisteren, je weet dat ik op mijn extra kanaal elke dag het dagelijkse zielbrood aan het lezen ben, zoals dat noemt, het tägliche Seelenbrood, ne? En daar was gisteren was heel interessant voor vandaag om te lezen, want het ging over de vreugde. Ja? En het gaat erover dat we dus vrolijk mogen zijn, dat we lust aan het leven mogen hebben. Ja. En dat geeft ons de kracht om het goede te doen. Ja. Ja? Zoals geschreven staat, zo is het hier in het boek, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und abermals, Freude am Herrn ist eure Stärke. Nou, als wij dus een keer een beetje humorachtig overkomen op bepaalde dingen, dan wil dat niet zeggen dat wij over iets, over de Bijbel of zo lachen, maar dan wil dat zeggen dat wij vrolijke mensen zijn, ook omwille van dat wij, ja, in vergelijking met de meeste katholieken, ja, zeker zijn van onze verlossing. Ja. Omdat wij onze Heer kennen en omdat wij zijn woord kennen. Klopt, klopt. En omdat we naar zijn woord leven. En dat is het grote verschil tussen ons en heel veel katholieken. Nu, ik wil direct nog een beetje iets anders zeggen. Maar eerst wil ik graag Michael aan het woord laten. Dat hij ook een keer iets kan zeggen. Hallo Michael. Ja, hallo Jörg en hallo Perry. Ja. En ik ben blij dat ik vandaag ook erbij ben. Met de smartphone vandaag. Ja. Want mijn PC die is niet goed. Die is in reparatuur. Ja, aha. Maar het gaat goed, hoop ik. En ik, ja, ik ben blij dat ik de tweede keer nu bij jou ben. Ja. Ja. Ja, heel ik wil nog goed. Eventjes iets, ja, vertellen, Perry, bevor we gaan beginnen. Want ik heb 14 dagen geleden een boek besteld, omdat ik er weer ergens over gestruikeld ben in het internet, waar dit boek vermeld werd. En dat heeft daarmee te doen dat ik de lezing gedaan heb van Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Behind the Dictator, dat ik al in Engels deed. Mm-hmm. Waarschijnlijk ken je die lezing van mij, die Engelse, die van 2016. Hele goeie, hele goeie, ja. Ik heb die nu in Duits gedaan, die is nog veel beter geworden. We hebben 37 delen nodig gehad voor die 12 kapitels. Mm-hmm. 3 keer zoveel als in de Engelse versie. Dus dat wordt echt heel intensief, dat lezen. En nu in dat boek van Hinter den Diktatoren, daar kwam een citaat in voor. Een citaat. En dat citaat was zogezegd uit Civilta Catholica, dat huisorgaan van de Jesuiten. Uh-huh. En dat noemt in Engels, ik zal het maar kort in Engels noemen, dat zegt: There you have an authoritative declaration which holds that fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. Klopt, ja? Klopt, klopt. Ja. Nu, waar komt dit citaat vandaan? Ja, in Civilta Catholica hebben we dat nooit niet gevonden, maar er is een boek. En dat boek noemt Days of Our Years. Gaat schrijven over de tijd van 1903 tot 1938. En is geschreven van een zekere Pierre van Pasen. Uh-huh. Ja? Een Nederlander. Uh-huh. Die geboren is ergens in Holland. Waar staat er hier ergens in het begin? Moet er staan waarom geboren is op de eerste bladzijde, maar ik kom daar nu echt niet op. Als je dan precies voor die ene naam zoekt, dan. Dat gaat er niet om. Dat gaat er niet om. In elk geval is hij in Nederland geboren en opgegroeid en internationaal getraveld en alles. En dit is een beetje zijn autobiografie, dit boek. En daar is op bladzijde 465 dat citaat en daarom wilde ik dat boek hebben. Nu, als je op het internet gaat kijken, en ik ga eens een keer mijn screen delen, dan kunnen jullie al een keer mijn scherm gaan zien. Ja, wacht even. Ik wil je dat boek laten zien. Uh-huh. Dat is namelijk hier. Ja? Dan moet ik even naar Skype. Dan moet ik even naar Skype toe gaan. Ja, dan mocht je eventjes een keer je Skype screen. Ja, ik zie hem.
Als je dat groot zet, dan kunnen die mensen dat nu ook gaan bekijken. Dat is in feite dat boek hier, mm-hmm. Days of Our Years. Ik heb dat op het internet gezocht en nu ga ik hier door het boek bladeren. Want je vindt dat boek op archive.org, een zeer interessante site die ongelooflijk veel interessante oude boeken heeft. En dat probleem is, je kunt dat boek dan niet zomaar als een gewone PDF of zo downloaden. Je kunt dat alleen voor 14 dagen uitlenen. Ja? Hmm. Dat is ook een systeem, dat heb ik ook nog niet tegengekomen. Mm-hmm. En ik was dus zo vernieuwd op dat boek omwille van dat citaat van Civilta Catholica. Ik zei van, dat moet ik toch eens zien. Dus ik heb dat boek uitgeleend. En als ik het uitgeleend heb, heb ik met mijn desktopcamera erdoor gebladerd en deze film opgenomen, die je hier al ziet. Mm-hmm. Waar we nu al aan het doorbladeren zijn. Ik kan het foto opgenomen. Ja. Voilà, dan zie je dat, dan zien de mensen dat ook. Dat is dat boek. En dan dacht ik van, ja, dat boek ga ik bestellen. En dan ben ik naar Amazon gegaan en heb dat boek in Amerika gevonden voor ongeveer $8 en een bekker. Mm-hmm. En met transportkosten heeft me dat nu 23 euro's of zo gekost. Ja. Transportkosten dubbel zoveel als de prijs van het boek. Dat is een originale druk van 1939. En zeer interessant om te lezen, daar ben ik nu dus al in begonnen. Mm-hmm. En ik wilde dat vooral daarom delen, omwille van dat ik zeg van, ja, dit is een keer een boek van een Nederlander. Dat is al het tweede boek van een Nederlander dat ik lees. Mm-hmm. Want ik heb ook al gelezen van... Van Limburg. Van Limburg. Ja? Ook een Nederlander. Dus Nederlanders hebben een heel interessante geschiedenis in het protestantisme. Mm-hmm. En over het protestantisme gaat het ons toch ook ergens, als we eens een keer aan denken aan... aan als we met de Bijbel aan het lezen zijn. Hè? Mm-hmm. Als we daarover bezig zijn. Kijk, ik ga eens een keer hier even naar die pagina gaan waar dat citaat is. Kijk, hier, ik hou het eens een keer vast. Hm. Zie je, dat is pagina 465. Ja? Ja, klopt. En daar staat hier, op deze Alinea hier, The Very Christian Idea of Class Collaboration. Misschien zie je dat, waar mijn pijl hier gaat. Ja, ja. Dat is het begin van het citaat in Civilta Catholica. Dat gaat tot hier beneden, tot Movement. Mhm. En dan is de auteur in feite zelf, die hier een samenvatting geeft van wat in dat artikel staat. En daar zegt hij dus... There you have an authoritative declaration which holds that fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. Mm-hmm. Verderaan zie je onderaan in een footnote Franz von Papen, ja, de Malteser Ritter, een Jesuiten geschoolde Malteser Ritter, Vizekanzler unter Hitler, heeft verklaard op 14 februari 1934 in der Völkische Beobachter, dat is een Duitse krant in de tijd van het Derde Rijk, en het citaat luidt als volgt, quote, The Third Reich is the first power which not only recognizes, but which puts into practice the high principles of the papacy. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant in samenstelling, in samenhang met die quota die je hebt daarvan, Civilta Catholica. Ik heb mir in totaal 5 bladzijden daaruit gezocht waar interessante quotes op zijn. Ik ga dat nu niet allemaal tonen, maar ik wou alleen eventjes gaan laten zien voor de mensen. Hoe dat ik mijn research doe in veel van mijn video's, dat is op die manier. En dan bestel ik zo boeken als dit en dan lees ik dat eens een keer. En dat gebruik ik allemaal in aanvulling tot de Bijbel. Ja. Ja? Dat is voornaamste daarbij, want de Bijbel is de basis, is de fundatie van alle waarheid en van alles wat we moeten gaan rechercheren op deze aarde. Ja? Die grondlage. Die grondlage, ja. Zo, ik zal het terug klein maken en dan mijn schermdelen stoppen. En dan kunnen we gaan beginnen met de Bijbelstudie zo direct. Ja. Ik heb hier ook de Statenvertaling op, dat ik daarmee kan meelezen. En voor de rest zal ik uiteraard de King James nemen. Nu, je hebt gezegd dat wij waren blijven steken in Genesis kapitel 7, dus eerste boek van Mose kapitel 7, vers 7. Mm-hmm. Maar ik kan niet zomaar in vers 8 verder lezen. Ik kan eerst de eerste 7 versen nog een keer lezen. Als je dat begrijp ik. In Nederlands ook doen, maar ik vind het belangrijk dat we niet zomaar ergens iets uit de... Dat weet ik. Even voor onze luisteraars. Het gaat er echt om dat je de volgorde waarneemt. Ga maar door, Jörg. Het is ook heel belangrijk om te begrijpen dat de indeling in de verschillende kapitels... Mm-hmm. En versen, iets is wat de mensen achteraf gedaan hebben. Origineel is een boek in de Bijbel, een boek niet verdeeld in kapitels en versen. Mm-hmm. Dus als wij altijd van één kapitel naar het andere gaan, dan is dat een kunstmatige indeling.
origineel ging het gewoon door. De versen gingen door. Het was een scroll, een rol, ja, waar dan allemaal op geschreven stond. En je leest, ja, dat in één keer door. Het akkoord, hele boek akkoord, van Genesis, ja, het hele boek akkoord van Numeri, Exodus enzovoort enzovoort. Ja. Ja? En dat is belangrijk om te begrijpen. Daarom ga ik dus nooit in zo'n studie nu gewoon zeggen van, oh, we gaan gewoon in vers 8 verder. Ja. Nee, nee. Geen probleem. Geen probleem. Begin van dit kapitel. Ja. Allee, van dit kapitel nummer 7. Ja. Goed. Oké. Okay. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark. For thee I have seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take of thee by sevens, the male and his female. And of beasts that are not clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights. And every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah did according to all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. Ja. Wil je dat graag nog eerst in Nederlands vertalen, of zal ik doorgaan met vers 8? Ik denk dat... Nee, ik zal hem even de Statenvertaling erbij pakken. En dan... Michael met de slachter. Ja? Ik pak hem er even bij. De luisteraars die gaan begrijpen dat het tijd kost om te leren. Ik heb ze hier ook, de Statenvertaling. Ik kan dat ook lezen als je wil. Ja, maar mijn Nederlands is toch iets meer Nederlands dan dat van jou. Dat is juist. Ja. Als mijn Duits beter was, dan van jou. Even kijken. Dat vind ik zo mooi. We doen het op zijn Engels, we doen het op zijn Nederlands en op zijn Duits. Dat is hier een video internationaal, hè? Ja. Oké, dus dan beginnen we Genesis 7, vers 1. Daarna zeide de Heere tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark. Want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle reinvee zult gij u nemen 7 en 7. Het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is, 2. Het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels 7 en 7. Het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Hier heb ik een biologische opmerking bij. Dit is ongelooflijk correct. Nou, nummer 4. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaren oud, als de vloed der aarde, de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds. Schoon Nederlands, dit oud-Nederlands van de Statenvertalingen. Ja, 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 ja. En nu, en nu Michael, als Duits. Ja, oké. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7 und 7 Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde,
40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles, ganz wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Geweldig. Weet je wat nu het mooiste is aan die drie keren lezen? We hebben het wel in drie verschillende talen gehoord, maar we hebben exact dezelfde basistekst gehad. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja. Dat je de juiste basistekst hebt als je de Bijbel leest. Mm-hmm. En zowel de Statenvertaling van 1537 als de Schlachter van 2000 als de King James van 1611 hebben allemaal als basis in het Oude Testament, zoals ze het noemen, de wet en de profeten, ja. Hebben zij de Masoretische tekst als basis. De originele Hebreeuwse grondtekst in alle drie Bijbels. En natuurlijk heb je hier en daar een beetje verschillen doordat je bij wijze van spreken een andere zinsopbouw in Duits hebt als je dat in Nederlands hebt. Ik vond dat van Michael prima te verstaan. Maar voor de rest is alles echt op dezelfde manier gezegd. En Michael heeft dat heel goed gelezen, ja. Ja, 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 ja. Heeft dat schoon gedaan. Dan gaan wij verder. Ik nu verder in vers 8 in de King James. Ja. Of clean beasts and of beasts that are not clean and of fowls and of everything that creepeth upon the earth. There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God has commanded Noah. Vers 8 en 9. Zal ik nu in het Nederlands gaan vertalen? Of wil je nog doorlezen? Nee, ik denk dat er zat een N. Oké, laat ik deze in het Nederlands doen. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op den aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. Het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. Und nun aufs Deutsch. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, die Gott es dem Noah geboten hatte. Ja, geweldig. Misschien bin ich doch... Ja, Duits is, het is wel mooi kort, hoor. Ja, ik vind persoonlijk, naast het Engels, vind ik het Nederlandse de schoonste, alleen schoonst klingend van die Bijbel hier. Maar het zal waarschijnlijk ook zijn omdat ik het versta. Maar... Ja. Maar de Duitse, die Schlachter is ook een niet zo modern Duits geschreven eigenlijk. Ik bedoel, nog beter is natuurlijk de Lutherbijbel, maar die is niet altijd correct in de vertaling. Aha. Maar die Schlachter klinkt ook eigenlijk zeer mooi, ja. Vind ik persoonlijk. Ik vind het mooi klinken, maar dat komt misschien door Michael, dat hij een mooie stem heeft. Nou, ik kan ook die Luther voorlezen, maar ik denk dat is een beetje moeilijk nu. Ik denk die Schlachter is meest origineel en dat is het belangrijkste. Ja, vertel eens even iets over de Schlachterbibel. Wanneer is die gepubliceerd? 2003. Zo laat pas? Ja. Er bestaat ook een Schlachter van 1951. Aha. Maar die Schlachter van 1951 is gedeeltelijk niet gebaseerd op de originele teksten. De Schlachter 2000 is onder alle Duits-talige Bijbels de enige die compleet op de originele Masoretische tekst in de Wet en de Profeten en het Nieuw Testament op de Textus Receptus gebaseerd is. Oké. De enige Bijbel. En die is dus verschenen in 2003 en noemt de Schlachter 2000, omdat ze tussen 2000 en 2003 eraan gewerkt hebben om ze samen te stellen. Even voor de luisteraars. Is toch een schoon geschenk? Ja, natuurlijk. Ja. Is toch een schoon geschenk voor het nieuwe millennium dat ze ons deden, dat we nog ene keer het onvervalste, reine woord van God in Duits gingen krijgen? Hè? Ja. En het is ook een soort of reformatie van de Bijbel. Aha. Akkoord.
En dan waarom heet dat Schlachter? Want Schlachter op zijn Nederlands, dat is... Slager. Ja. Ja, omdat die mens zo noemt. Die kan dat niet aan doen. Gelijk ik Glisman noem, kan dat hier ook niet aan doen. Even voor jullie ter informatie. Maar mijn familie komt uit Duitsland. Winkel is mijn naam. Ja, in Duits is dat een hoek. Ja. En in Vlaams ja. is dat een zaak. Ja, exact. Ja. Een hoekzaak. Ja, een hoekzaak. Maar weet je dat die meneer Schlachter was uit de Schweiz? Swiss? Ach, nee, dat wist ik niet. Nee, oh, nee. Ja, ja. Maar ja, die heeft zijn verlag, dus zijn distributiewinkel, hoe je dat ook wilt noemen. Ja, ja. Heeft die al opgericht in de 19e eeuw. Hè? Die heeft al in het begin van de 20e eeuw heeft die al werken van Charles Chiliquy vertaald. Hè? Ach. Van de Schlachter Verlag vind je een Duitse vertaling van 50 Years in the Church of Rome. Mhm. Ja, 50 Jahre in der Kirche Roms van Charles Chiliquy. Ja, 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 ja. Waar hij heel veel zegt over, over de assassinatie. Dus vermoorden, zeggen, vermoorden. Ja, allee. Zeg maar. Attentat, hoe zeg je dat nu in Vlaams? Aanslag of zo? Aanslag, ja, over die aanslag van Abraham Lincoln. Ja. Maar dat probleem is, ik wilde dat boek eigenlijk in Duits lezen. Ik ben daaraan begonnen en het heeft maar 1 uur geduurd. Zo snel heb ik nog nooit een boek doorgehad. Mm-hmm. Omdat op het einde van daar waar ik te lezen kwam, ik in een keer gelezen heb dat die autoren daarbij geschreven, die vertalers, beter gezegd, niet die autoren, maar die vertalers, die tolken, erbij geschreven hebben dat ze nu enkele kapitels uit het boek niet gaan vertalen naar het Duits, omdat ze niet wilden overkomen alsof dat ze de Romeins-Katholieke Kerk op de tenen wilden trappen. Ach, dat hebben zoveel mensen gedaan. En ja, daar heb ik natuurlijk gezegd, een boek dat zo gecorrumpeerd is, lees ik niet. Dus heb ik het na 1 uur afgebroken, heb dat video dan wel gepubliceerd op mijn kanaal, maar spijtig genoeg, die mensen meegedeeld, sorry, ik lees geen boek waar die mensen niet de waarheid en de ganse waarheid vertellen over de Romeins-Katholieke Kerk. Mm-hmm. Charles Chiliquy heeft nog een tweede boek uitgebracht, dat noemt in Engels The Woman, the Priest and the Confessional. Ja, verschrikkelijk, ja. In Duits gewoon Der Beichtstuhl. Ja. En ook in dat boek hebben ze 4 kapitels geschrapt. Maar mag ik even voor de kijker aan samenvatten dat de biecht, dat is het meest smerige wat de mens heeft verzonnen op basis van de Bijbel. Dat vrouwen gaan vertellen, bla bla bla, puntje, puntje, puntje. En een of andere vieze homo, met een nadruk op vies en homo, die zit het allemaal te beluisteren. Een smerigheid ten top. Ga maar door, Jörg. De priester gaat zich door de biechtstoel mengen in het huwelijk tussen man en vrouw. Absoluut. En hij gaat bij wijze van spreken de man in het huwelijk zijn ballen afknippen, bij wijze van spreken, want hij, de priest, neemt de positie van de man over. Ja, klopt. En dat niet, niet alleen op seksueel gebied, omwille van dat het heel vaak gebeurt, of gebeurde, dat die vrouwen verkeer hadden met hun biechtvader, maar vooral omwille van dat hij de mannen de ballen afgesneden heeft. Bij ja. Wijze van spreken. Ja, afgesneden, ja, afgemaakt. Ja, Dus hij heeft de macht van de man in het huishouden besneden door de vrouw haar innerste geheimen te kennen. Ja. Door van de vrouw in de biecht die geheimen zelfs zich te laten vertellen, die zij zelfs aan hun eigen echtgenoot nooit zou verteld hebben. Ja. Ja. En op het einde van dat boek van Charles Chiliquy vind je een kapitel waar al die vragen die die priesters geleerd krijgen in een seminarie, die vrouwen in de biechtstoel moeten gaan vragen en ook kinderen in de biechtstoel moeten gaan vragen, ja. Die vind je daar allemaal opgezomd, maar in Latijn. Dus het is niet gemakkelijk om die te vertalen naar het Duits of naar het Engels. Dat is een heel, heel moeilijke zaak. Uh-huh. Maar ik heb een paar mensen daarop aangesproken dat ze zich daar alsjeblieft een keer mee bezighouden en ook dat boek compleet vertalen, want als dat boek compleet vertaald is, lees ik het. Ja. Maar ik lees het niet als er kapitels uitgehaald zijn. Ja.
wil maar even zeggen, dat is dus een heel interessant onderwerp. Dus als je over de slachter bezig bent, dus deze boeken, 50 Years in the Church of Rome van Genequi en De Biechtstuhl van Genequi, krijg je ook van de Schlachtergesellschaft. Ja. Ja. Dus die heeft dus ook een Bijbel uitgebracht in 1951, de Schlachter 1951. Maar die is dus deels, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, nog gecorrumpeerd. En die van 2000 is absoluut correct. Nu, eerlijk gezegd, ik heb de Schlachter al heel vaak naast de Koning James gelezen. En daar zijn vertalingen in de Schlachterbijbel waar ik niet mee akkoord ga, omwille van dat die in Engels veel duidelijker zijn als dat wat ze in Duits zijn. Mm-hmm. Maar het is de juiste basistekst die gebruikt is. De Schlachterbijbel is geschreven met een intentie. Ja, ik hoop dat die intentie was om de Duitsers een keer een kans te geven, om nog een keer tegen de eindtijd een Bijbel vast te houden, die correct is. Ja. Want zelfs de Lutherbijbel is niet correct. Die van 1545. En dus ook niet die van 1537 die ik hier heb staan. Ik heb hier een Lutherbijbel van 1537 staan in twee grote boeken. In zo'n band heb ik een keer van mensen in Duitsland geschonken gekregen. Ik heb daar nog niet veel ingekeken, omdat daar was in die oud-Duitse Frakturschrift geschreven en zo. Maar die 1545 vind je ja ook online. Mhm. En die is dus heel vaak, is die gecorrumpeerd. Hè? Dat zie je aan zo dingen gelijk in Jesaja kapitel 14 vers 12. Ja. En zo van die dingen. Het goede bericht is dat jij, Jörg, jij spreekt beter Engels dan ik. Iedereen kan Engels. Wij kunnen de King James zelf lezen. Maar het is mooi om te horen hoe onze voorvaderen dat Engels vertalen in Nederlands en Duits en Franseusisch en Spaans. Maar de Statenvertaling is ja nu geen vertaling van de Koning James, hè? Wat? Zeg nou. De Statenvertaling is van 1537, de Koning James is van 1611, hè? Dus de Statenvertaling is ouder. Oh, nu val ik even van mijn stoel af. Van verbazing. Het gaat over de originele tekst en die is in het Nederlands direct vertaald. De Statenvertaling is een directe vertaling van de Masoretische Hebreeuwse tekst in het Oude Testament. Ja, die is van 1537. Dus jij vertelt mij dat de Scriptus Receptus, dat is Latijns. Even voor de kijkeraars, niet voor jou, want jij weet wat het betekent. Of voor Michael ook. Nou, de ontvangen geschriften. Ze hebben onze geschriften ingepikt en vertaald in het Latijn. En dat is eerder vertaald in het Nederlands dan in het Engels? Ja, dat kan. Ja. Als je teksten hebt van Erasmus van Rotterdam. Erasmus, ja. Erasmus begon met zijn Textus Receptus te publiceren in 1516. En hij heeft tussen 1516 en 1529 7 keren de Textus Receptus uitgebracht, aangepast, bijgewerkt. Aha. Omdat hij ook niet al de originele dingen had. En dus de eerste Bijbel die Luther vertaald heeft naar het Duits was 1521, als hij op de Wartburg zat. Ja? In enkele weken, ik denk in minder dan 3 maanden, heeft hij het Nieuwe Testament vertaald toen naar het Duits. Aha. Ja? En hij had toen nog niet de complete juiste Textus Receptus van Erasmus ter beschikking. Want die heeft tot 1529 nodig gehad om dat allemaal te doen. Zelfs daarna nog verder gewerkt eraan. Aha. Tot 1536 of zoiets. En de Statenvertaling is een Bijbel, die is 1537 uit deze originele Masoretische Texte in het Oude en Textus Receptus in het Nieuwe Testament direct uit het Hebreeuws en uit het Grieks vertaald, niet via het Engels. Nu, er bestonden al Bijbels in Duits voor Luther. Er bestonden al Bijbels in het Engels voor de Koning James. Dat waren onder andere de Tyndale Bijbel. Uh-huh. En dat was de Bijbel van Wycliffe. John Wycliffe, die in de 14e eeuw leefde. Ja. En die zijn vertaling was natuurlijk hoofdzakelijk gebaseerd op de Latijnse corrupte Bijbel. Aha. Want hij had die originele tekst niet, hij heeft dat gewoon uit het Latijn vertaald naar het Engels. En Tyndale, die dat ook
gedaan heeft, die dat verder gewerkt heeft en die dan toch al Sextus Receptus mee bijgebruikt heeft, die een hele tijd ook in Vilvoorde geleefd heeft, hier bij Brussel, ja, ja. En daarvoor gezorgd heeft dat de Engelse Bijbel 1536 door koning Hendrik den VIII in 1537 gepubliceerd was, want in 1536 werd hij verbrand hier in Vilvoorde op de brandstapel. Oh, en, zijn laatste, en zijn laatste woorden waren: Oh Lord, open the King of England's eyes. Ja. En een jaar daarna heeft God de ogen van koning Hendrik geopend. En hij heeft verplicht de Engelse Bijbel in alle kerken laten uitleggen. Zo kon dat volk voor de eerste keer de Bijbel in hun eigen taal gaan krijgen. Maar die Bijbel was nog niet compleet op de Textus Receptus gebaseerd. Maar die Tyndale-Bijbel is ungefähr voor 80% equivalent aan de King James van 1611. Mm-hmm. Dus je hebt altijd al, ook voor Luther bijvoorbeeld, ook al Duitse vertalingen gehad, maar nog geen Duitse vertaling op basis van Masoretische tekst en Textus Receptus. Mm-hmm. Ja? Dat is het grote verschil, dat we moeten gaan begrijpen. Want daar komt het om aan. Dat is de punt die ik in het begin wilde maken. Onze lezing hier is daarom zo schitterend, omdat we één en dezelfde grondtekst, basistekst gebruiken in drie verschillende talen. Ja. En dan hebben we natuurlijk een beetje een andere zinsopbouw in Duits als we dat in Nederlands hebben en natuurlijk een andere zinsopbouw in Engels als we dat in Nederlands en Duits hebben. Ja. Daar zijn zo kleine discrepanties soms. Wij verstaan een ander. Ja. Maar dus de Statenvertaling is van 1537 en rechtstreeks uit de originele vertaald en heeft niks met een Engelse vertaling te doen. Ja. Vandaar ook dat jij zoveel geld uit wilde geven voor een echte papieren statenvertaling. Ja. Nu begrijp ik het. Ja, nu begrijp ik het. Ja. Oké, okay, game weer waard. Ja. Vers 10. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all fountains of the great deep broken up and the windows of heaven were opened. Nu, dit vind ik twee heel belangrijke kleine passages over die we hier gaan spreken. Ja, ja. Vandaar wil ik daar ook direct iets over zeggen van zodra dat jullie die vertalingen gelezen hebben. Ja, ja. Vers 10 en 11. We pakken twee versen. Ja, gaan we door. Gaan we door. Wat wil je erover zeggen? Ah zo, moet ik het eerst zeggen? Nee, zal ik eerst in Nederlands doen? Oké. Okay. Dacht ik toch dat... Ja, dat is goed. Nee, ik begreep je dan niet helemaal goed. Kom, vers 10. En het geschiedde na die 7 dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op den 17e dag der maand... Op dezezelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En nu ben ik benieuwd hoe het in het Duits klinkt. Ja. En es geschah nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Im 600. Lebensjahr Noahs. Am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Geweldig. Warum ist das nun so interessant, um das zu lesen? Weil, als ihr das gleich in Englisch vorgelesen habt, in Vers 10, that the waters of the flood were upon the earth, ja, dat de waters van de vloed op de aarde kwamen. En dan in vers 11 lezen we: the same day were all the fountains of the great deep broken up and the windows of heaven were opened. Ja. Met andere woorden, op denzelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluis des hemels geopend. Dat is precies waar. Dus nu de Duitse vertaling nog. De punt is, als wij in het 2e gebod van de 10 geboden gaan lezen, jij zult je geen afbeeldingen maken. Wat staat er precies geschreven? Kapitel 20 van Exodus.
Ja, ja. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Wat is doch als de blieft het water onder de aarde? Aber hier lesen wir in Vers 11. The fountains of the great deep broken up. En als wij vandaag de dag zogenoemde satellietbeelden van deze aarde gaan bekijken, dan zien we een grote scheur op de aarde in het midden van de Atlantische Oceaan. Ja, moet je maar een keer goed kijken. Er zijn beelden genoeg op deze aarde waar je dingen kunt zien. Een heel grote scheur die in feite terug samengenaaid is. Mm-hmm. De aarde is opengebroken en heeft water van beneden uit laten breken. Die zonvloed was niet alleen maar regen van boven, gelijk de Heer zei, 40 dagen en 40 nachten laat ik het regenen. Maar die mensen moeten zich eerst maar een keer afgevraagd hebben van waar praat hij over? Wat is regen? Want ze hebben tot nu toe nog nooit die regen gezien. Voor de vloed regende het niet op aarde. Die vochtigheid kwam altijd uit de grond. 'S morgens was dauw op de grond. Dat kwam uit de grond naar boven. Het heeft nooit geregend voor de vloed. Yep. Maar het heeft dan in één keer geregend omwille van dat die zee van water die boven de aarde was. Ja, we weten in Genesis 1, als het gaat over de schepping, dat God de hemelen gedeeld heeft en dat hij gezegd heeft, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Dus er was water boven het firmament. Ja, klopt. Dat water is er vandaag de dag niet meer. Dat is er naar beneden gekomen met die vloed. En daar is ook water van onder de aarde geweest. Dat is opengebroken. Daar zijn dus grote bronnen opgebroken. En water is uit de aarde gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat de hele aarde onder water was. Ja. Mensen zeggen soms van... Ja, het punt de vloed is was niet wereldwijd. De vloed was wereldwijd. Maar we mogen ook niet vergeten... Mijn punt... We hebben toen maar één landmassa gehad. Mijn punt is... Mijn punt... Mm-hmm. Waarom deed... God dat. Dat is toch gezegd in kapitel 6, daar hebben we toch al over gelezen. Ja, ja. Ik spreek namens de kijkeraars. Ach zo. Oh. Waarom deed God dat? Kapitel 6, vers 3. Ja, ja. Ik kan even. Ik kan even terugscrollen hoor. Moet ik een nieuwe. Pak even staatsverhaling, nieuw tab. Ja. Onderwijl mag je spreken, Jörg. Ja, ik weet nu niet wat ik dan nu precies op moet gaan zeggen. Genesis 6, daar had je het over. Ja, vers 3 en dan vers 5 en vooral vers 5. Ja. And God saw that the wickedness of man was great in the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was evil only continually. Ja. And it repented the Lord that he had made man on the earth. And it grieved him at his heart. Ja. Ja. Kan je die ook erbij pakken, Michaël? Genesis 6, vers 3. Toch? Ja, nee, ik ga hem nu in het Nederlands doen. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 dagen. Toch, heb ik het goed, Jörg? Of, Ja, ja. En als je dan nog vers 5 en 6 leest, dan komt de andere redenen helemaal toe. 5 en 6, oké. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Ja, nu word ik boos. Oké, Michael, kom op. Dan moet je vers 3 doen en vers 5. Ja. Vers 3 is, daar sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Ja. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse. Ja.
Ja, ik vind, ik vind het een hele mooie Duitse vertaling. Ja, is ook. Ja. Het is gewoon een vertaling, ja. Ja. Absoluut. Een mooie kort. To the point. Zoals de, zoals de Bijbel altijd is. De enige die niet to the point zijn, dat zijn diegenen van die de Romeins-Katholieke Kerk zegt dat wij die nodig hebben om ons de Bijbel uit te leggen. Die gaan namelijk altijd rond de pot draaien. Oder om den heißen Brei rumreden. Zoals ja, de hete Brei op zijn Nederlands, ja. Ja. Ja, in Vlaams zeggen we draaien die rond de pot, hè. Das, ja, ik denk het is ook belangrijk dat wij noemen waarom die Sintflut genoemd is. Vertel. Ja. Vertel, Michael. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het van zin komt. Van zonde. Van zonde. Ja, de zondevloed. Ja. Zondvloed, ja. Een vloed over alle zonde, om al de zonde te bedekken. Onder het water. Maar, maar ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat die zinvloed was. En dat het genoemd is naar zin, van zonde. Zonde. Ja, maar in Duits, Michael, noemen we het ja ook niet zondevloed, maar zindvloed. Ja, precies. En niemand in Duits legt de link tussen Sintflut en Sündenflut. Ja, ik weet het. Dat vind ik belangrijk. De punt die je wilt maken, en die heel belangrijk is, een heel belangrijke punt dat je dat brengt hier, is dat die vloed duikt de ganze aarde onder water. Ja. En dat enige wat er bovenuit komt, zijn die enige overlevenden. Die zijn dus in feite gedopt. Ja. Getauft. Ja, getauft, ja. Noah und seine Arche, die Überlebenden, die Überlebenden von der Sondflut, um es in Vlaams korrekt zu sagen, der Sondflut, der Flut der Sonde, die kamen gedopt uit. Sie waren new geboren. So als Jesus Christus gedoopt werd in die rivier Jordan als in zijn ministerie begon op 30-jarige leeftijd van Johannes den Doper. Mm-hmm. Alhoewel dat voor hem niet nodig was, want hij was zondevrij, ook al daarvoor. Maar het was symbolisch. En daarom lieten de mensen en laten vandaag de mensen zich nog altijd dopen door het water. Daarom is de doop in de Romeins-Katholieke Kerk een absolute grap, waar je besprenkeld wordt met druppels water. De echte doop is onderduiken. Volledig onderduiken in het water. Ja? Mm-hmm. Zoals in feite de ark ook min of meer ondergedoken is zo ver als kon. Ze is van boven op de waters, maar van boven kwam de regen. Ze was compleet in het water. Van boven kwam water, van beneden kwam water. Dat was de enige manier hoe dat mens en vee hebben kunnen overleven in die tijd. Om daarvoor te zorgen, om te tonen van dat is een doop. Ja? En dat hebben we vandaag de dag in het Nieuwe Testament terug. Maar niet in de Romeins-Katholieke Kerk, want daar word je maar besprenkeld van druppels water en dan is goed. Ja. Want de Bijbelse doop is onderduiken in het water, compleet en er terug uitkomen. En dan ben je nieuw geboren in de geest en uit het water. In plaats van geboren in het vlees en uit het bloed. Wat je hebt net als je op aarde komt, als baby schreeuwend tussen de benen van je moeder eruit kruipt. Ja? Dat is namelijk een echte wedergeboorte. Maar de punt die ik eigenlijk wilde maken was in punt 11, dat wij dus de bronnen uit de grote diepte hebben die openbreken. Dat water wat gesproken is in Exodus kapitel 20. Veel mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Wat bedoelt hem daarmee? Waar is er water onder de aarde? Allee? Dat hebben we hier voor de eerste keer vernoemd in Genesis kapitel 7, vers 11. Ja? Dat er water is onder de aarde. Dat zeggen ze ons vandaag de dag niet in school. Hè? Dat er water is onder de aarde, dat spreken ze alleen maar van trek en van olie en van weet ik veel wat ze allemaal gaan vinden, maar niet dat er water is. Hè? Ja, ja. En kijk dan eens een keer naar de satellietbeelden en dan zie je die scheuren in de aarde die er zijn. En daar is dat water dan ook teruggefloten. Na de vloed. Het moest hier ergens heen, al dat water. Hè? Ze hebben hier in Nederland. Ik volg een beetje het internetnieuws.
En dan willen ze de dijken gaan verhogen, omdat de zee, voor een zeespiegelverhoging van 2 meter. Ik geloof dat niet, hoor. Nee, maar ja, Nederland heeft sowieso het probleem dat het onder de zeespiegel ligt voor een grote deel. Hè? Ja, we zijn Sumpfdeutscher. Ja. Ja. Maar de zeespiegel is niet aan het verhogen. Nu nog niet. Misschien moet het komen. Ik vind ja. Iedereen. Ik vind. Behalve. Ik vind niet iedereen. Vind ik. Absoluut zondig. Dat is een sodomieter. Ik denk van ja, wat wil je nou? Wil je water tot boven je neus? Of wil je vuur en zwavel? Ik snap het niet hoor. Dat is mijn eigen ellendigheid. Dat ik dat niet accepteer. Dat ik dat. Dat ik geïrriteerd raak. Maar hoezo gaat de zeespiegelverhoging er komen? Omdat Al Gore dat verlangt. Michael, wat vind jij? Ja, als ik die naam Al Gore hoor, dan denk ik ook. Die heeft toch ook een prijs bekomen. Hij heeft een prijs bekomen, ja, ja zeer zeker. Maar natuurlijk, dat is geen grapje, maar natuurlijk is daar water onder die aarde, want het is grondwater ook. Ja, hebben bijvoorbeeld hebben wij een fontein, een brunnen, ik weet niet de precieze naam op het Nederlands. Ja, ja. Maar natuurlijk is daar ook water. En er zijn halt heel veel water zonder die aard. En ik denk ook dat het water van die hemels misschien niet genoeg was voor de grote zilvloed. Ja. Want die water onder de hemel, die zijn van condensatie. Ja. En ik denk niet dat het genoeg was. Maar ik heb een andere punt die ik graag mag noemen. Want die Sintflut, die is bekend op die hele wereld. Daar zijn verschillende verhalen over. Ja. En niet van Europa of Azië, maar ook van Hawaii en heel veel. Heel verschillende vertalen. En ik denk dat het ook heel interessant is, dat er zijn heel oude vertalen. En het is ik denk het is een goede punt om die te noemen. Ja. Dat zijn verschillende verhalen van de Sintflut, niet in de Bijbel of in de Koran of zoiets, maar ook... Ik weet het. Ga door. Zo genoemde natuurmensen of natuurvolk. Dat vond ik heel interessant. En ook dat daar is een Chinesische symbool, denk ik, van hoop, van Hoffnung. Ah, ja. Die bestaat uit een beeld van 8 mensen in een boot. Ja, ik heb het op mijn gedeelde scherm. Hou wacht, we moeten even terug naar Skype. Ja. Gefäß, Mund, Person plus 8 geeft het teken van schip. Mhm. Ja, dus gefäß is behoudenis. Ja. Mund of Person plus 8 geeft het teken van een schip. Zie je hier? Mhm. Ik zie het. Dat is in Chinees. Dus het Chinese schriftteken van vandaag de dag, schip, wil zeggen een behoudenis met 8 personen. Ja. Er waren 8 personen op de ark, hè? Noah en zijn vrouw, 3 zonen en hun vrouwen. Ja. 8. Ja. Dat is dat wat je bedoelde. Ja, dat is heel bijzonder om het woord van God te begrijpen. Het is bijna angstaanjagend. Als je ziet... Nee, ik denk het is niet angstaanjagend. Ik denk het is... Ik maak dan een grapje. Aan wietse, ja. Ik vind het heel, heel blij dat als je verschillende punten samenvoert, dat jij een oplossing hebt. Ja, een oplossing, ja.
Oplossing, ja, bedankt. Ja. Solution. Wie heißt ja, das auf Deutsch? Ja. Lösung. Eine Lösung, ja. Lösung, ja. Ja. Met die gesprekken. Dat is een artikel van die pagina waar ik dat teken vandaan heb. Daar gaat het over 84 berichten over de vloed wereldwijd. Ja. Daar gaat het over grootvlakkige koolaflageringen die wij kennen. Daar gaat het over, over het ontstaan van de Grand Canyon. Over de zandverdeling, over verschillende continenten. Dat je verschillende zandlagen hebt op de verschillende continenten die allemaal hetzelfde zijn. Gelijk bijvoorbeeld de White Cliffs of Dover, ja, weet je, die witte klippen van Dover, van Engeland, ja, ja. Dat zijn kalkstenen, ja. Dat is over het ganse de wereld, hè. Ja. Maar op, gedeeltelijk afgedragen, gedeeltelijk niet afgedragen, maar hetzelfde. Hè. Als we een keer in de wijnbouwgebieden kijken, ik ben dan een wijnverkoper, hè. De meeste wijnbouwgebieden hebben wat als grond? Kalkgrond, hè. Gelijk in Bordeaux. Echt waar? Nou ja, kalkgrond, ja, is toch bekend? Nee, ik wist het niet. Ja, oké, jij bent ook geen wijnverkoper, jij bent ook geen wijndrinker. En als drinker moet je dat niet kennen, maar als je verkoopt, moet je dat weten. Maar hier zie je dus fuck, in dat beeld, je ziet dus in het beeld dat Chinese teken voor schip 8 mensen in een behouden is, in een container of wat dan ook. Ja. Zo zou ik dat gaan zeggen. Het ja, woord, kijk, zo werkt de Heilige Geest. Michael is over iets aan het spreken en ik haal er al de juiste beelden daarmee bij. Zo is dat als men in de geest samenwerkt. Ja, dat is een perfect voorbeeld daarvan. We hebben dat niet afgesproken. Nee. Ik wist dat ik dat zo ging gaan zeggen. En vandaar dat ik dat er eventjes Michael bij doe. Ja. Goed. Er bestaat geen ongeval. Nee. Geen toeval. Of geen toeval, ja. Ongevallen bestaan er wel, maar toeval bestaat er niet. Ja. En ongevallen in feite ook, die is allemaal voorzien. Maar ja, goed. Swat, in elk geval, ik vind het nog een keer heel belangrijk dat we daar nog eventjes een keer op teruggaan. Op de scheuren in de aarde waar het water uit de grond omhoog kwam. Ja? Dus de mensen werden echt verdronken van water dat van beneden kwam en van boven kwam. Ja. En dat voor 40 dagen. Wereldwijd. Ja. Er was op dat ogenblik maar één grote landmassa op deze aarde. Die continenten gelijkwijze vandaag kennen, dat bestond toen nog niet. En dat gaan we later leren, want we komen later in het boek van Genesis nog een kapitel tegen, waar het gaat over Pelek. En Pelek leefde in de tijd dat de wereld verdeeld werd. Ja, maar daar komen we dan later nog een keer. Pelek krijgen we de eerste keer vernoemd in kapitel 11, vers 16... And Eber lived for 40 years and began Pelek. En dan komen we hem nog een keer tegen, weet ik niet, kapitel 12 of zoiets. We zullen wel zien als we daar zijn. Mm-hmm. Maar ja, we zijn ondertussen nog altijd in kapitel 7 niet veel verder geraakt als we begonnen zijn. Maar wij hebben, we zijn tot en met vers 11. Ja, maar het was een belangrijke punt die ik wilde maken over dat openbreken van de bronnen uit de diepte van de aarde. Dat we een keer verstaan waarom God dat in Exodus kapitel 20, waar hem dus de wet geeft, daar ook van spreekt van water onder de aarde. En als je dus de Bijbel van begin af aan niet gelezen hebt, en dus Genesis 7 niet gelezen hebt, dan kun jij Exodus kapitel 20 vers 5 niet begrijpen. Klopt. Of vers 4. Klopt. Te verstaan. De Bijbel verklaart zichzelf. Je hebt daar geen Jörg voor nodig, geen Michael, geen Perry, geen priester, geen pastor, geen geleerde, geen professor. Je hebt alleen maar de Bijbel nodig. Als je de Bijbel met de juiste tekst hebt, gelijk de Statenvertaling in Nederlands, de Slachter in Duits en de King James in Engels, dan verklaart de Bijbel zichzelf. Ja, en wij mogen mensen vertellen over de inhoud van de Bijbel. Want niet iedereen is er klaar voor om het te gaan lezen. En die luisteren naar onze stemmen. En denken van, oh, zit dat zo? De priester, en geen betaald priesterschap. Daar ben ik op tegen. Maar een priester die vertelt wat er naar zijn mening in de Bijbel staat, is gewenst. Je mag zelf kiezen hoe je dat doet.
Ja, en jij en Michael doen het goed. En ik heb ook nog één aanmerking. Mm-hmm. Want het zijn 40 dagen en 40 nachten. En dan heb je ook die beroemde taal 40. Mm-hmm. 40. Mm-hmm. Ja, 440, 400. Ja. Ja, 40 dagen van Jezus in de woest. En, woestijn. 40, ja. 40, woestijn, ja. 40 jaren voor die Israëlieten in de woestijn. En ja, daar heb je ook die 40 dagen en 40 nachten voor de Sintflut. En ja, de 400 jaar gevangenschap van Israël in Egypte. Ja. Allen vier, ja, allen vier, ja. Heel belangrijk dat het 40 is. Ja. Ja. Dat is namelijk de getal van reiniging. Mhm. Daarom hebt u in de Romeins-Katholieke Kerk de 40 dagen van vasten in de Lent. Echt waar? Ah ja. Die hebben dat overgedaan. Dat is in het Babylonische, hebt u dat, omwille van dat Semiramis die 40 dagen vastentijd uitgeroepen heeft, om de dood van Tammuz te herdenken, als die van een everzwijn kapot geschuurd werd. Die 40 dagen Lent, die wij in het voorjaar kennen, die hebben daarmee te doen. En dat is natuurlijk, die 4 is natuurlijk ontleend uit de Bijbel. Maar wij weten dat die Babyloniërs, de heidenen, alles wat de Bijbel doet, gewoon omdraaien en voor hun eigen. Ja, dat weet ik. Dus die 40 heeft wel een Bijbelse betekenis en zij misbruiken dat voor hun. Dat ze zeggen van 40 dagen vasten. Je moest toen 40 dagen vasten in die tijd van de dood van Tammuz, omdat Semiramis dat opgedragen heeft. Daar komen die 40 dagen Lent vandaan, die wij vandaag de dag in de Romeins-Katholieke Kerk nog altijd hebben. Echt, ik wil jullie niet lastigvallen, maar ik woon boven Lent. L-E-N-T. Ja, dat kun jij niet aan doen, hè? Nee, daar kan ik niets aan doen. Ik woon er vlak boven. Dus ik zit ook onder de katholieken. Ja. Ja, maar wie niet? Wees gegroet, Perry. Ik kom je uit. Wees gegroet, Perry. Dat is fucking. Wees gegroet, Maria. Is dat niet een vreemde dood voor een god, voor die Tammuz? Ja. Ik vind dat heel vreemd. Gescheurd worden van een everzwijn. Ja. 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 Zeker als je het een keer op zijn Bijbels, op een Bijbelse manier gaat bekijken. Want Jezus heeft in het Nieuwe Testament gezegd: groei uw parels niet voor de zwijnen. Absoluut. Want zij zullen de parels neertrampelen en zij zullen zich tegen jullie keren en zij zullen jullie opvreten. Kapot vreten. Verscheuren. Ja, ik kom nu niet op het juiste woord. Ik weet ook niet waar precies dat in Matthäus staat. Het staat in Matthäus, dat weet ik. Maar ik heb nu geen goesting dat uit te zoeken precies. Maar we weten allemaal dat het daarin staat. En iedereen mag dat voor zichzelf. Weet Michael wat het woord goesting betekent? Wat welk woord betekent? Goesting. Goesting, ah. Weet Michael dat? Nee. Ja. Nog niet. Gusta. Zin. Uh-huh. Lust. Ja, oké. Okay. Dat is goesting. Ik heb lust op pannenkoeken. Ik heb goesting en pannenkoeken te eten. Ah, ja. Lust op pannenkoeken te eten. Lust. Dat is goesting. Goesting, ja. Lust. Okay. Mooi. Echt, we hebben het heel mooi gedaan, heren. Ja, gaan we al stoppen? Hebben we niet nog een vers die we gaan doen? Nou, ik moet even kijken naar de tijd, want we hebben nog 4 minuten. Ja? Oh ja. Oké. Okay. Okay, Michael is begonnen met vers 12. En doe jij hem even dan in het Engels. En dan ik in het Nederlands. En dan pakken we nog vers 13 erbij. Ja, ik denk we gaan het tot met vers 13 eventjes afmaken. Ik vind het een mooie nummer om te eindigen. Ja, kom. And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the self same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah and Noah's wife and the three wives of Noah's of his sons with him into the ark. Maar daar was nog een andere punt die ik wilde maken over dat wat we daar eerst gelezen hadden. Heel graag, kom maar op. Vers 11.
in the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month. Waarom denkt je nu dat God zich de moeite gaat maken om zo precies op de dag na te beschrijven wanneer wat gebeurde in het Oude Testament, zoals wij het noemen? Wat pijst er wel? Ja. Dat wij later ook op de dag precies kunnen voorspellen wanneer Jezus Christus op deze aarde komt en God in het vlees geboren wordt. Mm-hmm. En er zijn mensen die wisten dat Jezus Christus, wanneer hij geboren was, op de dag exact. En daarvoor moeten we in het Nieuwe Testament gaan en het evangelie van Lucas lezen. Jij meent het daar op Bethlehem? Nee, ik meen niet de staat van Bethlehem. Ik spreek over Simeon. Ah, oké. Simeon, ja, ja. Die op de trap van de tempel stond. Ja, ja, Maria en Jozef op te wachten dat ze het nieuwgeboren kind op de 8e dag na zijn geboorte in de tempel gingen brengen voor hem te laten besnijden, zoals de wet het voorschreef. Ja? Okay. En dat is iets dat vind je alleen, volgens mij, in het evangelie van Lucas opgeschreven. Ik dacht dat het Lucas was. Gaat over Simeon. Daar kunnen we gaan nakijken. Ik weet het niet van. Maar kijk, waarom schrijft God zo precies in het 600ste jaar, in de tweede maand, de 17e dag van deze maand? En een stukje verder gaan we ook nog leren dat 5 maanden duurde en dat elke maand 30 dagen is. Wat doet dat met die kalender die wij vandaag aan beleven zijn met 365 dagen per jaar in plaats van 360? Dat is een heel belangrijke omschakeling geweest ooit een keer van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender in 1582. Klopt. Waar elf dagen in één keer geschrapt waren. Het ging gewoon de volgende dag verder, maar van de 4e oktober werd ineens de 15e. Het was wel de volgende dag. Maar 11 dagen waren compleet geschrapt. Waarom? Dat heeft allemaal daarmee te doen, omwille van dat in Daniel al voorspeld wordt, dat de antichrist denkt tijden en wetten te veranderen. Hij denkt het. En wij zijn zo gemakkelijk, gelovig, dat wij het allemaal innemen alsof dat het zo is. Maar wij die vast op de Bijbel staan, wij weten dat tijden en wetten niet kunnen veranderd worden. En daarom houden wij ons aan dat wat de Bijbel zegt. En alleen aan wat de Bijbel zegt. De Hest Sean zegt... Dat is denk ik een goed moment om deze lezing te stoppen voor vandaag. Hartstikke bedankt, Jörg. En Michael ook. Super schoon. Met jouw Duits. Wij pakken dit op bij vers, even kijken hoor, vers 13 gaan we verder. Ja? Dat is de afspraak voor de volgende keer, voor het doorgeven van het woord van God. Oké. Dankjewel. Jij medestrijder, Michael. Mietstrijder, dat is toch ook Duits, hè? Mietstrijder, of nee? Ja, absoluut. Ja, Mietstrijder. Ja. En Jörg ook hartstikke bedankt. En jullie, even tegen de kijkeraars, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren naar 3 heren. Oder herren. 3 verstandigen. Oder man. Ik hoop ook dat Duits sprekenden dit verstaan hebben. En anders moeten ze allemaal naar Michael komen, bij Michael in de buurt komen wonen. En luisteren naar, was het ook alweer, naar die Nederlandse radio. Ja, maar dan heb ik geen tijd meer voor die lezingen. Ja, super tol. Oh, dat is super geil. Hey, even mensen. Op zijn hamburgers, daar ben ik verplicht. Op zijn hamburgers zag ik tjuhus. En dag lieverds.